een sterke stijging van het aantal patiënten op ons oncologisch dagziekenhuis was er een toename van ontevredenheid en wachttijd voor die patiënten. Dit hebben we opgelost door de implementatie van ons Dagmijn 1-traject. Door het Dagmijn 1-traject worden alle voorbereidende handelingen, waaronder andere een consultatie bij de arts, bloedafname en klaarmaken van de chemotherapie, de dag voordien uitgevoerd. Daags nadien komt onze patiënt op het oncologisch dagziekenhuis en kan hij onmiddellijk starten met zijn therapie. Ik had gedacht dat er meer barrières zouden zijn bij het introduceren van het Dagmijn 1-concept. We vragen uiteindelijk dat patiënten 2 maal moeten komen. 1 maal de dag op voorhand en 1 maal de dag van de chemotherapie. Maar eigenlijk bleken al snel de voordelen. De consultatie kon veel beter, de wachttijden vielen eigenlijk bijna weg. En de kwaliteit van onze behandeling ging eigenlijk sterk omhoog.